Meer dan 100 jaar was deze kerk in tweeën gesplitst in een rooms- en een protestants deel. Die scheidingswand bestaat nu niet meer en het oorspronkelijk Vlaamse orgel heeft nu alle ruimte om dienst te doen. In de zomer worden hier regelmatig orgelconcerten gegeven. Vanavond speelt Pieter de Nijs. Amper 20 jaar geleden is hij hier in de schaduw van deze basiliek geboren. Een jong orgeltalent, student geneeskunde, en hij is, net als de arts-organist Albert Schweitzer was, een bewonderaar van Johann Sebastian Bach.